if you gonna drink or something, please don't do it here. You know why, yeah? Okay? Oh, okay. Yeah? Thank you, sir. Yes? Have a good day, yeah? Inmiddels herkennen de meeste mensen de straatstewards in Eindhoven. Sinds vorige maand lopen ze elke dag rond in het centrum van de stad. Ze spreken dak- en thuislozen aan, sturen hangjongeren weg en leggen contacten in de buurt. Op deze manier wil de gemeente Eindhoven de toegenomen overlast verminderen. We hebben hem zeg maar aangesproken omdat wij al zagen dat hij aan het nuttigen was, wat eigenlijk gewoon verboden is. Gewoon op een laagdrempelige manier, spreekt ze gewoon aan. En dan vanzelf heeft ze van, was niet mijn bedoeling. In de horeca wordt er al gebruik gemaakt van stewards. Vanwege het succes worden ze nu ook in de stad ingezet om kwetsbare groepen aan te spreken. Geen boetes of politie, maar de tijd nemen om in contact te komen met de mensen en ze te helpen. Veel duizend daklozen die ken ik inmiddels hier. En met die laagdrempelige manier van werken en met praten met die mensen, komen we eigenlijk zo beter met die mensen in aanmerking. Dus wij kennen elkaar ook beter. Ze weten wat wij ongeveer doen. Ze weten dat wij hier niet zijn om hun te pesten of om eventueel bonnen of boetes uit te schrijven. Maar echt om te kijken van wat kunnen wij voor die mensen betekenen. Het afgelopen half jaar is de overlast door daklozen en bedelaars toegenomen in Eindhoven. Burgemeester Dijsselbloem wil daarom een nieuw inbedelverbod invoeren. Maar handhaven is moeilijk door een tekort aan BOA's en politie. Met de straatstewards wordt het gevoel van veiligheid op een laagdrempelige manier vergroot. We need here. And after tomorrow we'll open in the night for the night. Oh, you've already slept? Yeah, Okay. Do your thing, man. Enjoy it. Only, you know, when if you drink, please. No, I don't think. Perfect. Perfect. Thank you. Yes? Yeah. Take care, man. Thank yes? You. You're welcome. Bye-bye, hè. Yeah. Zulke kleine dingen, zoals bijvoorbeeld als iemand op straat overlast brengt. Met onze laagdrempelige manier van werken, proberen we eigenlijk die problemen te verhelpen. En zo heeft natuurlijk de politie en de handhaving meer tijd om grotere problemen aan te pakken. De stewards houden contact met ondernemers, inwoners en handhaving. Hey, Adel, aangenaam. Ja. Hi. Hoi. Hoi. Ja, ze zijn al weg. Hè? Nee. Nou, fijn dat in ieder geval al is opgelost. Ja, mooi. Yes? Hey, oké, okay, ja. Fijn dag, hè. Dus eigenlijk vragen van wat hun zien. We kunnen natuurlijk niet overal zijn. Zouden we wel graag willen, maar dat kan niet altijd. Dus dan vragen we eigenlijk aan de eigenaren, hè, hoe gaat het bij jullie, hoe is de situatie, is het rustig, hebben jullie veel overlast, ja of nee, en wat kunnen we voor jullie betekenen? Naast de straatstewards en een mogelijk bedelverbod komt er ook extra winteropvang voor daklozen om de overlast op straat te verminderen.